De eerste feesten uit de Britse Vickers Wellington binnen jouw toont. De bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog leidt zo'n 15 kilometer uit de kust van de Lemmer in de IJsselmaar. Dit binnen de 500 pongs bom. En er is meer voor. Ja, we hebben veel vliegtuigdelen gevonden. Dat varieert van boordwapens, propellers, delen van de motoren, kleinkaliber munitie. U ziet ook hier beneden dat we ook de 400-500 ponders hebben aangetroffen. Nou, die hebben we geïdentificeerd, we weten welke ontstekingsmechanisme in zit. Dus we weten ook de gevaarszetting. Ja, en we gaan door met het ontgraven. Alles wordt uitgezeefd, dus alles wat groter is dan 10 mm krijgen wij over de lopende band. Dat zullen we er ook allemaal afhalen. Nou, en op het einde van het liedje is dat wij hier een schone bodem opleveren. Het leek het erop dat het vliegtuig onderwijs nu doet slonge delsketten is. Kijk, als een vliegtuig uit de lucht geschoten wordt op een weg naar het doel, dan zit meestal de volledige bommenlast er nog in. Er zou ook een mogelijkheid zijn dat hij boven het doel geweest is. En ook zijn bommen niet afgeworpen hebben, dat zou kunnen zijn. Maar we gaan uit van de meest aannemelijke kandidaat. Nou, als het dat toestel zou zijn, dan was hij op het weg naar een missie in Duitsland. Het is een grote klus voor de uitvierders. Ja. Het is een historisch grote klus. Het is nog niet eerder vertoond in de Nederlandse geschiedenis dat er op deze manier gewerkt wordt. En als je om je heen kijkt, dan zie je dat er een damwand geplaatst is midden in het IJsselmeer van 40 op 30 meter. En dat is vervolgens volledig drooggelegd. Wat we hier belangrijkste is hier een stukje waterbeheersing. Ja, we weten hoe we allemaal de strijd aangaan hier in Nederland met water. En daar vormen wij een onderdeel van en dat doen we goed. Menselijke resten binnen net voen, maar wel aanwijzings, die als een persoonlijk wapen, een Smith & Wesson revolver. Zonder identificatieplaatje van het vliegtuig kunnen de onderzoekers net exact zeggen hoe Vickers Wellington dit is. Nou ja, dat is veel te gevoelig. Je moet ook denken dat hier ook nabestaanden aan vastzitten, hè? En familieleden. Stel dat je het niet bij het juiste eind hebt, nou, dan moet iemand maar uit gaan leggen dat mensen verkeerde hoop gegeven is. In kwarten komt de Royal Air Force met een Lancaster bommenwerper om leeg over het wrak te vliegen als eerbetoon aan de verstoorde bemanning.